Oh, ik zie nu pas dat jullie er ook zijn. Wat gezellig. Met dit cliché begin ik mijn vlog over mijn stage van jaar 1. Hierin wil ik het graag met jullie hebben over de dingen die ik geleerd heb, de dingen die ik nog wil gaan leren en wat volgend jaar me allemaal gaat brengen. Leuk toch? Gezellig. Let's go. Allereerst wil ik het hebben over iets waar ik heel erg trots op ben. Ik heb namelijk in het verleden best wel eens problemen gehad met werken. En om precies te zijn, het mezelf aanzetten tot het doen van werk. Op mijn stage was dit een nog grotere uitdaging, omdat ik zoveel ruimte kreeg om eigenlijk te doen wat ik wilde en eigenlijk geen ondersteuning of feedback ontving. In het verleden vond ik het altijd heel lastig om vooral op dat soort momenten mezelf dus aan te zetten om iets te gaan doen. Om zelf maar die stap te maken. En dat is iets waar ik echt onwijs veel in verbeterd ben. Nu is natuurlijk hard werken een vrij algemene skill. Maar voor mij is het wel een van de meest belangrijke dingen, omdat ik hier al jarenlang mee struggle. En uiteindelijk is het ook mooi meegenomen met mijn schoolcijfers. Als tweede wil ik het graag hebben over mijn algemene gemoedsrust. Veel mensen die me al wat langer dan vandaag kennen, weten namelijk dat ik vaak kwaad of geïrriteerd kan worden om het minste of geringste dat misgaat. En als professional kan je dat niet permitteren. Op mijn stage zijn er zoveel momenten geweest dat ik heel dichtbij was om echt kwaad te worden vanwege het gebrek aan ondersteuning. Het gebrek aan feedback en eigenlijk dat ik er zat voor jammer te korte achternaam. Maar dat is iets wat ik dus ook geleerd heb. Mijn hoofd koel houden en gewoon lekker rustig blijven. Iets waar ik me heel goed in kan vinden op dit moment. Ik noem nu specifiek deze twee punten, omdat dit twee dingen zijn waar ik in het verleden gewoon heel erg mee gestruggeld heb. Dit zijn dingen waar ik in het verleden gewoon echt geen antwoord op had. Dingen die me gewoon zomaar overkwamen en waar ik niks aan kon doen. Daarbij komt ook dat dit echt twee skills zijn waarvan ik ervan overtuigd ben dat iedere professional ze zou moeten bezitten. Je hoofd koel kunnen houden en kunnen focussen op wat je nou eigenlijk moet doen. En hard kunnen werken en proactief zijn. Zijn dingen die elke professional zou moeten hebben. Maar nu gaan we kijken naar de toekomst. Volgend jaar. Er zijn namelijk best wel wat dingetjes die ik zou willen doen volgend jaar voor mijn stage en waar ik beter in zou willen worden. Als eerste is dat het creëren van videocontent. Er is een schatting dat binnen 2 jaar, rond 2020, 80% van alle online content uit videocontent zal bestaan. En nu ik al bezig ben met het CMC-project en daarvoor ook YouTube-video's maak, is dit iets waar ik me gewoon heel graag in wil verdiepen en waar ik beter in wil worden. Dat is dus een focus voor volgend jaar. Daarnaast copywriting. Ik heb een voordeel dat ik goed ben met woorden. Maar goed kunnen spreken en goed kunnen schrijven zijn twee verschillende dingen. En ik merk dat het alleen heel af en toe is dat deze twee samenkomen voor mij. Terwijl ik dit wel heel interessant vind. Ook voor mijn droombaan, eenmaal gaan werken bij Riot in Berlijn, zal copywriten ook heel belangrijk zijn en echt me echt heel veel voordelen brengen. Daarom zijn dat twee dingen die ik sowieso zou willen leren. Maar eigenlijk, wat ik echt het liefste wil, eigenlijk wil ik gewoon de leukste, de coolste, de belangrijkste CMC-student zijn ooit. Ik zal naar de top gaan. Ik zal mezelf verkleinen.
Hallo? Ja, ik ben net bezig met de... Ja, maar... Oké, ja, begrepen. Nee, is goed. Oké, ja, fijne dag. Ja, dat was Okke. Die zegt dat ik niet zo hard van stapel moet lopen en me gewoon moet focussen op dingen die ik daadwerkelijk kan en echt kan leren. Nou ja, dat was het dan maar. Weet je, dan ga ik ook gewoon mijn vlog herschrijven. Ik hou ermee op. Mazzel.